Ja, goeiedag meneer Voordewind. Als eerst wil ik u bedanken voor de uitnodiging naar hier en dat u bereid bent voor een interview te geven. Dank u wel. Als eerst zou ik u graag willen vragen willen stellen over de Armeense genocide. De Armeense genocide is de eerste genocide van de 20e eeuw, maar is door veel landen nog niet erkend. Maar de internationale gemeenschap en maken onderscheid tussen de genocides en in het behandelen. Zij deze op verschillende manieren. Ja, het ligt eraan over welk land je hebt. In Frankrijk hebben ze de Armeense genocide erkend. Er zijn nog een aantal andere landen waar ze de Armeense genocide hebben erkend. Veel parlementen hebben de Armeense genocide erkend. Nederland ook. Alleen ik heb vandaag een motie ingediend en die krijgt brede steun om ook de regering op te roepen, de Nederlandse regering op te roepen, om uiteindelijk niet meer te spreken van de kwestie of de verschrikkelijkheden of de gruwelijkheden, maar om te spreken ronduit over de Armeense genocide. Als de Armeense genocide vandaag wordt herkend, wat zullen dan de gevolgen zijn voor de betrekkingen en de relatie tussen Nederland en Turkije? Nou, dat interesseert mij eigenlijk niet heel veel. Ik vind gewoon dat je de geschiedenis zoals die is geweest moeten we erkennen in Nederland, maar misschien nog veel belangrijker in Turkije. En wat Turkije daar zelf van vindt, hoe Nederland met de geschiedenis omgaat, dan moeten ze zelf maar weten. Je weet van de geschiedenis dat Frankrijk dat ook eerder heeft gedaan en dat daar vast wel commentaar op komt vanuit Turkije. Maar we halen allemaal weer adem en we leven weer door. Zou dit kunnen leiden tot de erkenning van de genocide op de andere christelijke minderheden zoals de Assyriërs, Arameërs, die tijdens de genocide van 1915 ook werden uitgemoord? Ja, in mijn motie spreek ik ook over de Assyriërs en de Arameërs, maar ook over de Pontische Grieken. Want die genocide heeft niet alleen betrekking gehad natuurlijk op de Armeniërs, maar ook op de andere religieuze minderheden. Vandaar dat ik ze expliciet ook noem in de motie. Waarom is het belangrijk om de genocide op andere minderheden zoals Assyriërs of Arameërs, die bekend staat als Saifo, te herkennen? Het is heel belangrijk om te erkennen wat er in de geschiedenis is gebeurd, om ook te voorkomen dat de geschiedenis zich weer herhaalt. Het was Hitler die ooit zei, wie heeft het nog over de Aramese genocide? Vervolgens vond hij legitimiteit om de Holocaust uit te voeren op de Joodse gemeenschap. We zien nu dat Turkije zich niks aantrekt van de internationale gemeenschap als het gaat om de inval in Noord-Syrië, zelfs in Noord-Irak. We hebben gezien dat Turkije duizenden pro-Syrische militia's en militairen verplaatst heeft naar Nagorno-Karabakh en ingezet heeft voor de oorlog daar. Op dit moment worden nog altijd Armeense prisoners of war, oorlogsgevangenen, vastgehouden, gemarteld, zelfs geëxecuteerd. Dus we moeten duidelijk zijn over wat er in het verleden is gebeurd om naar de toekomst te kunnen kijken. Zou dit de Europese houding kunnen veranderen ten opzichte van de christenvervolging in het nabije Oosten, die op dit moment voortdurend en helaas onbelicht blijft in de media? Het erkennen van deze genocide, daar moet een waarschuwing van uitgaan. Men kan niet volkeren uitmoorden zonder dat men rekenschap moet geven van de vreselijke daden die ze hebben uitgevoerd. En dat geldt voor toen, maar dat geldt ook voor nu. We weten dat die strijd nog steeds gaande is in het Midden-Oosten. Als we denken aan de radicale moslims die het gemunt hebben op de religieuze etnische minderheden in Noord-Irak en in Noord-Syrië. Ik ben daar zelf geweest in Noord-Syrië, heb daar ook met Aramenen gesproken. En die zijn helemaal getraumatiseerd, want hun grootouders hadden al voorspeld, let op, wat er nu gebeurt hebben wij 100 jaar geleden ook meegemaakt. Dus alsjeblieft, vertel het verhaal en erken die Armeense genocide. In uw recente interview met Civilnet noemde u de inmenging van Turkije in de oorlog in Artsakh, waarbij Turkije de kant van de Azerbeidzjans koos en Syrische huurlingsoldaten stuurde om tegen de Armeniërs te vechten. Ook in dit geval zweeg een groot deel van Europa. Vindt u dit niet dat dit lijkt op een après-politiek van de conferentie van München? We hebben het hier verschillende keren aan de kaak gesteld in het Nederlands parlement. En de minister van Buitenlandse Zaken van dit kabinet heeft ook erkend dat de Turken zich gemengd hebben in de oorlog in Artsakh. Dat Syrische strijdkrachten ook zijn overgebracht door Turkije naar het slagveld in Nagorno-Karabakh. Ik vind het nog steeds schaamteloos dat ook de Nederlandse regering niet erkend heeft dat de Turken gruwelheden hebben begaan in en rond Artsakh. En dat ze ook zelfs het Armeense grondgebied hebben aangevallen. En daarom is het belangrijk om constant te wijzen op de geschiedenis, maar ook op het heden. Om de gruwelijkheden uiteindelijk, als het goed is, ook in de toekomst te kunnen verminderen. Of in ieder geval voorkomen, in ieder geval verminderen. Ja. En zal dergelijke appartement een halt toeroepen aan de expansionistische politiek van Erdogan? Wat wij hebben gevraagd van onze regering ook is in Europees verband te komen tot sancties van Erdogan en zijn kring van leiders daaromheen. Gerichte sancties van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de illegale inval in Syrië, maar nu ook voor de strijd die gevoerd is in de Artsakh. Die moties zijn ook aangenomen. In Europa wordt daar weer verschillend over gedacht. Het is moeilijk om strikte sancties. Natuurlijk is er al een wapenembargo ingesteld, ook op ons verzoek van de ChristenUnie. En met dat verzoek is de minister naar Europa gegaan. Veel landen hebben zich aangesloten om op dit moment geen wapens meer te leveren aan Turkije. Dat was een gevoelig punt, want Turkije is lid van de NAVO. Dus je ontzegt een ander lid van de NAVO om wapens te ontvangen. Het was een duidelijk politiek en ook materieel gebaar dat wij het handelen van Turkije heel expliciet afkeuren. Nu naar een vraag. Heeft Erdogan de ambitie om een nieuwe Ottomaanse Rijk op te bouwen? Dat heeft er alle schijn van. En hij speculeert daar ook op. Hij haalt ook die minister van Oorlog uit het Ottomaanse Rijk aan als een held die zich in de Eerste Wereldoorlog ingezet heeft om de Armeense genocide uit te voeren. De expansiedrift zien we richting Irak, Syrië, nu met steun van Azerbeidzjan richting Artsakh. Azerbeidzjan ziet hij als een soort vazalstaat. Dus hij probeert zijn macht uit te breiden. En ik vind dat we als mede-NAVO-lid de vraag moeten stellen, een discussie moeten voeren binnen de NAVO, of dit allemaal nog wel toelaatbaar is om zo iemand binnen een waardegemeenschap als de NAVO nog te accepteren. En mijn laatste vraag, blijft de erkenning van de genocide ook na de verkiezingen in Nederland op de agenda staan of wordt deze gewoon vergeten? Ik ga ervan uit dat nu deze motie zo breed wordt aangenomen straks dat het kabinet hier een positief besluit opneemt. Het is weliswaar een demissionair kabinet, maar in deze tijden van crisis hebben ze inmiddels een paar dagen geleden ook een besluit genomen over 8,5 miljard investeringen in het onderwijs. Dus dan kunnen ze over zo'n situatie prima een besluit nemen. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om het kabinet ook te bevragen en druk uit te oefenen op het kabinet om uiteindelijk ook dit besluit van het parlement over te nemen en nooit meer te spreken van de kwestie van de Armeense genocide of de verschrikkelijkheden. Ze moeten nu klip en klaar gaan erkennen dat het een Armeense genocide was. Oké, dan wil ik mij recht hartelijk bij u bedanken voor uw tijd, meneer Voordewind. Tot de volgende keer. Alsjeblieft.